strijd tussen het goed en het kwaad. En ook in het kleine dorpje Montferrat in Frankrijk hadden ze last van een zwakte ridder die alles en iedereen terroriseerde. Nou, waar vecht je dan uit? Dat doe je tijdens een toernooi. Nou, zo'n toernooi gaan we meemaken. We zullen de zwakte ridder ontmoeten, maar we zullen ook de groep ridders die zich verenigd hebben om het kwaad te bestrijden ontmoeten. En ze zullen hier een heus toernooi beginnen. Met lansen en alles wat erbij hoort. En ik hoop, dames en heren, dat u dan zo naar de partij gaat kiezen voor het goede. En dat u zich gaat aanmoedigen zoals het hoort. Want het kwaad moet bestreden worden. En ik denk, ik hoop dat het goed afloopt. Maar je weet het maar nooit, want Mario Duranci is wat dat betreft onvoorspelbaar. Het is een filmmaker, het is een trainer, dames en heren. Hij traint de paarden van het hoogste niveau, primeur in Nederland. Wat er allemaal gebeurt. Boom, 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 boom. We zien hem wel een beetje waar de mennenkar hebben gereisd. Wat is dat nou weer? Jawel, er stort de wagen, lap de draad.
geknipperd. Dus, de strijd is nog niet gestreden. Iedereen is er zwaar aan toe. Maar hey. Strijd te snel, jongens, want mijn batterij is echt bijna leeg.